met een goede bekende. Ja, vrienden van de show inderdaad. Ja, we kennen ze allemaal door en door natuurlijk. Nick en Simon. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat leuk. Altijd leuk om Nick en Simon aan de lijn te hebben. Deze keer zeer bijzonder, want nou ja, één van de twee... Ja, die heeft lef. Die heeft lef en de die ander... Heeft ballen. Ja. En de ander niet. De ander is een beetje een watje. Nou, dat vind ik nou lullig. Nou, dat menen we natuurlijk ook niet echt. Maar okay. Alles heeft te maken met Jan Smit. Het gaat natuurlijk even wat minder. Geopereerd, kan lang niet zingen, kan geen gebruik maken van zijn stem. En hij wilde eigenlijk die treurige teneur even onderbreken door zijn haar eraf te halen. Dan niet helemaal kaal, maar dan wel gemillimeterd in ieder geval. En jullie waren, althans, de man met ballen. Simon heeft het ook gezegd. Weet je wat, Jan? Ik ben solidair met je. Ik doe gewoon lekker mee. Ja, nou ja, wat zijn wij minder dan Britney Spears, hè? Nou, inderdaad. Maar, Nick, waarom heb jij het dan niet gedaan? Nou joh, ik wist het verhaal erachter helemaal niet. Simon wilde het gewoon graag doen. En die had het afgesproken met Jan. En het verhaal erachter ging buiten om. Ik dacht, nou, Simon gaat naar de kapper, die gaat het kort doen. Ja. En toen later hoorde ik, ja, Jan gaat ook, ja, Buis gaat ook. En toen zaten ze al in die kapsalon. Ja. Maar ik ben meestal van ja in plaats van nee. Ja. Dus die hebben dat gedaan, dat staat ze goed, dus we moeten dat vooral doen. Nou, en ik krijg nu elke dag interviews van waarom ik mijn haar niet gedaan heb. Nou, inderdaad, en voel je dan niet buitenspel gezet? Ah joh, nou, ik volgende keer doe ik weer mee. Betekent dit een breuk tussen Nick en Simon? Ach nou, man, doe dat niet zo. Betekent dit het einde van de succesvolle duo-formatie Nick en Simon? Nee. Wie gaat er solo van de twee? Nee, maar je krijgt ook zo'n Pippi en Kokkie effect, joh, als je alles met z'n twee doet. Ik moet wel, dat ben ik met je eens. Dus, prima. Als Simon zo erg zin in heeft, dan doet hij dat gewoon. En ik, volgende keer doe ik weer gewoon iets. Nou, ik heb hier een foto waarin Simon, jullie allebei keurig in smoking. Simon dus kort, jij met je, zeg maar, normale haar. Ja. En dan denk ik, zo op die foto, denk ik, nou, ik denk dat je een goed besluit hebt genomen om niet mee te doen, denk ik dan. Hé, hey, hallo, ik hang ook nog, hè? Dus, oh, ja. En Simon, je ziet er ook fantastisch uit natuurlijk met dat mooie haar. Nee, maar, en kijk, nou is natuurlijk, Jolante is met Jan. En het schijnt dat zij ook wat haar eraf heeft geschoren. Nou, dat wordt wel eens tijd. Ja, op de hoofd? Dan. Nee, niet op de hoofd. Oh, ergens anders. Ze is ook solidair. Ook solidair met Jan. Goed. Zeg, maar jongens, we gaan het natuurlijk straks over jullie hebben. Maar even, deze actie heeft natuurlijk met Jan te maken. Hoe gaat het met Jan? Heb je enig idee? Jan is momenteel de taxichauffeur van Jolante. Mm. Ja, die rijdt gewoon gezellig met haar mee. Dan heeft hij iets te doen, want voor de rest kan hij eigenlijk niks. Hij heeft promotie gemaakt. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen, het is toch echt dramatisch. Die man is altijd zo druk geweest. Nee, en nu kan hij ineens ook even lekker meer. Rustig voor je land, hè? Nou, het is voornamelijk met gebarentaal en sms. En als je hem belt, is wel grappig. Je kunt alleen vragen stellen die met ja en nee zijn te beantwoorden. En dan twee tikjes, dat is nee, en één tikje is ja. Ja, echt waar, ja? Gaat het zo? Dus zo werkt het tegenwoordig. Oh, wat erg zeg. Maar en hoe lang is hij er nou echt zoet mee? Nou, hij mag volgens mij donderdag voor het eerst 10 minuutjes oefeningen doen met zijn arts. En dat duurt dan ook weer 2 weken. En dan heel langzaam mag dat een kwartiertje worden, ja. Iets langer. En dat opbouwen, zeg maar. En toch is je op dit moment beter bij stem dan Dries Roelvink. Ja, maar dat is niet zo heel moeilijk natuurlijk. Nee. Hey, en hoe gaat het met jullie? Want de single Pak Maar Mijn Hand gaat als een tierenlier, geloof ik, hè? Hij staat in de tussenstand op 1. Ach, weer, hè? En ene Jan Smit staat achter ons. Wat wie staat achter jullie? Ene Jan Smit. Oh, die ken ik niet. Nee, ik ook niet. Is dat niet met dat korte haar? Ja, die inderdaad. Maar het is nog even aanwachten. Vrijdag is de officiële stand. Dus we hopen dat hij het even volhoudt. Dat hij niet... Want kijk, omhoog kwam net aan toen binnen op 2. Dat was op zich wel jammer. Mm-hmm. En ja, we hopen er hier natuurlijk het beste van. Zou onze eerste officiële nummer 1 niet zijn? Zou het natuurlijk geweldig het zijn. Het zou echt geweldig zijn. De titeltrack van de film De Scheepsjongens van Bontekoe. Maar daar hebben we het over gehad toen jullie hier waren natuurlijk. Hey, en is de wekker al gezet? Ik heb de wekker trouwens al wel gezet op mijn telefoon, ja. Want ik ben altijd als panisch om mezelf om te verslapen. Hoe laat staat hij? Mijn wekker staat om 5 uur. Ja, want morgen zijn jullie te gast bij onze lieve collega Giel Beelen in de ochtend. Ja, ja. En dan gaan jullie Pak Maar Mijn Hand live doen, neem ik aan. Dat klopt. Mooi. En dat biedt ons de gelegenheid om Kijk Omhoog. Kijk Omhoog even te doen. Ja, maar nog even één vraag. De soap, komt hij er nou een keer aan? Want jullie hebben je wekker gezet, ik mijn videorecorder. Aanstaande zondag om 21:50 Nederland 3. Dan begint hij? Ja. Ja, 8 weken achtereenvolgens. Ah, dat kan ik niet. Kijken. Wat? Kan je niet kijken? Die soap. Want? En dan ga ik mijn hoofd kaal scheren. Ga je ook je hoofd kaal scheren? Ja, ik ben solidair met Nick. Nou goed. Zeg jongens, het gaat je goed. Succes morgen bij Giel. Ja. Jo, dankjewel. Oké, dankjewel. En doe Jan even 2 tikjes op je telefoon voor mij. Ja, precies.